Wetenschappers vinden soms nog steeds ongelooflijke dingen die soms eeuwenlang verborgen hebben gezeten zonder dat iemand ervan af wist. Als ze dan ontdekt worden, zijn mensen vaak met stomheid geslagen. Kijk mee naar onze lijst van verborgen schatten. Egyptische artefacten in sigaardoos. Een lang verloren gewaand artefact uit de koninginnenkamer van de grote piramide in Gizeh is herontdekt in Aberdeen. Het reliquie komt uit ongeveer 3000 voor Christus, lang voor de bouw van de piramide. Een universiteitsmedewerker in Schotland ontdekte het vermiste 5000 jaar oude Egyptische artefact dat verborgen lag tussen archieven in een sigarenkistje. Curatorassistent Abir Eladani vond een stuk hout in een sigarenkistje met een Egyptische vlag toen ze de Azië-sectie van de archieven van de universiteit doornam. Toen ik eenmaal de cijfers in onze Egyptische archieven had bekeken, wist ik meteen wat het was en dat het in feite duidelijk zichtbaar in de verkeerde collectie was terechtgekomen, zei Eladani, die uit Egypte komt. Ik ben een archeoloog en heb bij opgravingen in Egypte gewerkt, maar ik had nooit gedacht dat het hier in Noordoost-Schotland zou zijn dat ik zoiets belangrijk zou vinden voor het erfgoed van mijn eigen land. 9. Tijdscapsule in standbeeld. Confederale gevechtsvlaggen ter grootte van een servetje. Een vergeeld boek van de United Daughters of the Confederacy. En een uitgave uit 1911 van de plaatselijke krant Daily Reporter Star, waarin wordt beschreven hoe een man uit Orlando zichzelf heeft verdronken in Lake Eola vanwege zijn slechte gezondheid. Dit zijn slechts enkele van de items die zijn gevonden nadat een tijdscapsule is geopend die zich in de basis van een standbeeld bevond dat in juni uit Lake Eola Park werd verwijderd. Het standbeeld was van General Lee, die voor het behoud van slavernij vocht in de Amerikaanse burgeroorlog. De reliquieën in de roestige blikken doos waren in vrij goede staat omdat ze meer dan een eeuw oud waren. Afgezien van de eerdere items omvatte de tijdscapsule ook confederaal geld, kleine pinnen met een confederale vlag, een brief met de ledenlijst uit 1911 en nog twee kranten uit 1911, de Orange County Citizen en de South Florida Sentinel. De Sentinel-editie maakte reclame voor een evenement in Hotel Altamonte voor een diner met kip en wafels. 8. Napoleons geslachtsdeel. Arme Napoleon. Bijna twee eeuwen na zijn dood is het geslachtsorgaan van de bekende Franse keizer herontdekt. Het blijkt dat de Franse militaire en politieke leider een zeer klein geslacht had, met een lengte van een bescheiden 1,5 centimeter. Het artefact is nu eigendom van Ivan Latimer, die het kreeg van zijn vader, een gerenommeerde uroloog, nadat die het op een veiling in Parijs voor $3000 had gekocht. Het reliquie staat bij de familie Latimer bekend als Napoleons ding. Papa vond dat urologie correct en fatsoenlijk moest zijn en geen grap, zei Latimer. Het is erg klein, maar het is anatomisch perfect. De universiteit heeft röntgenfoto's en onderzoeken gedaan en het is duidelijk wat het is. Wat doet Napoleons geslachtsorgaan nou in de Verenigde Staten? Blijkbaar werd het tijdens zijn autopsie afgesneden door zijn arts, Francesco Automarchi, in het bijzijn van 17 getuigen, voordat het vervolgens werd verworven door priester Paul Vignali, die de leider zijn laatste rieten gaf. 7. Romeinse boekrollen. De uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus is het meest bekend vanwege het feit dat Pompeji werd begraven. Hete modderstromen bedolven ook de nabijgelegen badplaats Herculaneum. Tijdens opgravingen daar in 1752 vonden gravers een villa met bundels opgerolde rollen, verkoold door de intense hitte van de pyroclastische stromen. Verdere opgravingen toonden aan dat de rollen deel uitmaakten van een uitgebreide bibliotheek, waardoor het huis de naam Villa van de Papyrusrollen kreeg. De ongeveer 1800 tot nu toe gevonden rollen zijn een uitdaging om te lezen, omdat ze zwart en krom getrokken zijn door de vulkanische modder. Sommige kunnen mechanisch worden uitgerold, maar honderden blijven te kwetsbaar om de poging te wagen en zien eruit als houtskool. Nu, meer dan 200 jaar later, hebben archeologen die twee van de rollen hebben onderzocht een manier gevonden om er met röntgenfoto's in te kijken en tekst te lezen die sinds de oudheid verloren is gegaan. Het vooruitzicht om nog honderden verloren gegaane boeken te kunnen lezen is verbluffend, zeggen wetenschappers. De meeste boekrollen die tot nu toe zijn uitgepakt zijn epicurische filosofische teksten geschreven door Philodemus. 6. Geheimhuis Onderkerk. Onder de huidige basiliek van San Clemente in Rome zijn overblijfselen van Romeinse huizen gevonden die 20 meter onder deze kerk liggen. Men denkt dat de huizen tijdens het bewind van keizer Nero door een grote brand zijn verwoest en later als fundering zijn gebruikt. Bovenop deze fundering werd nog een groot huis gevonden dat in de eerste eeuw was gebouwd. Dit huis deed destijds dienst als geheime kerk voor paus Clemens, aangezien de Romeinen toen nog christenen vervolgden. Tijdens de 4e eeuw, toen keizer Constantijn christelijk werd, werd er een basiliek gebouwd bovenop de geheime kerk. De kerk was gewijd aan het graf van Sint Clemens, de derde paus. Wat deze basiliek uniek maakt, is hoe rijk ze werd versierd door schilders en beeldhouwers. Sinds 1862 zijn er veel opgravingen uitgevoerd om oude bouwwerken, mozaïeken en fresco's van de benedenkerk bloot te leggen. Als je de kerk bezoekt, daal je af in de geschiedenis. Eerst kom je in de huidige kerk. Dan daal je af naar de vroegere kerk eronder en dan kan je nog verder afdalen naar Romeinse straten en huizen.
5. Astronaut in middeleeuwse kerk. Er zijn talloze mysteries in de wereld en de astronaut van de kathedraal van Salamanca is er zo een. De kathedraal van Salamanca bestaat eigenlijk uit twee kerken die met elkaar zijn verbonden. Eén dateert uit de 13e eeuw, terwijl de nieuwere dateert uit de 16e eeuw. Naast hun glorie als architectonische wonderen staan de twee kerken ook bekend om iets mysterieus, namelijk astronautengravures op de muur. Maar hoe is het mogelijk dat een kathedraal die in de 12e eeuw werd gebouwd een astronaut op zijn gevel heeft staan? De gravures van astronauten zijn pas recentelijk op de façade aangebracht. Dit was in 1992 en niet in de 12e of 16e eeuw. Het nieuwe gedeelte van de kathedraal van Salamanca onderging in die tijd renovatiewerkzaamheden en blijkbaar besloot een van de kunstenaars die aan de kathedraal werkte de figuur van een 20e eeuwse astronaut toe te voegen. Dat is niet alles, want de kunstenaar heeft ook een figuur van een draak die een ijsje eet, een links, een stier, een ooievaar, een konijn en een rivierkreeft op de façade gezet. Wees dus niet verbaasd als je er een keer naartoe gaat tijdens je reis door Spanje. 4. Portret onder de Mona Lisa. Volgens een Franse wetenschapper is onder het beroemde schilderij van de Mona Lisa van Leonardo da Vinci een afbeelding van een portret gevonden met behulp van reflecterende lichttechnologie. Pascal Cotte zei dat hij meer dan 10 jaar lang de technologie heeft gebruikt om het schilderij te analyseren. De wetenschapper, medeoprichter van Lumière Technology in Parijs, kreeg in 2004 toegang tot het schilderij van het Louvre. Hij is een pionier op het gebied van een techniek genaamd Layer Amplification Method, LAM, die hij gebruikte om de Mona Lisa te analyseren. Hij beweert dat het eerdere portret verborgen ligt onder het oppervlak van Leonardo's meest gevierde kunstwerk. Een reconstructie toont een ander beeld van een dame die opzij kijkt. Het Louvre heeft geweigerd commentaar te geven op zijn beweringen omdat Pascal geen deel uitmaakt van het wetenschappelijke team. In de tekening onder het huidige schilderij is geen spoor van haar raadselachtige glimlach te vinden die kunstliefhebbers al meer dan 500 jaar intrigeert. 3. Beenderen van Paulus. Volgens de legende ligt Paulus, een van de belangrijkste heiligen in het christendom, begraven onder het altaar van de San Paolo Fuori le Mura in Rome. Maar tot voor kort wist niemand natuurlijk of dat echt zo was. Nu zijn echter kleine botfragmenten in de sarcofaag onderworpen aan koolstofdatering, een techniek waarmee de ouderdom van organisch materiaal nauwkeurig bepaald kan worden. Die techniek bestond vroeger natuurlijk nog niet. Het onderzoek heeft aangetoond dat de botten van iemand zijn die in de eerste of tweede eeuw leefde, zei de paus op de Italiaanse televisie. Dit lijkt de unanieme en onbetwiste traditie te bevestigen dat dit het stoffelijk overschot is van de apostel Sint Paul, vertelde de paus. Het graf bevat ook sporen van een kostbaar linnendoek, paars van kleur en gelamineerd met puur goud, en een blauw gekleurd textiel met linnen filamenten, zei de paus. De test werd uitgevoerd door een sonde in een kleine opening in de sarcofaag te steken die al eeuwen niet was geopend, zei de paus. De sonde onthulde ook de aanwezigheid van korrels rode wierook en sporen van proteïne en kalksteen. 2. Goud in piano. Er is een schat van meer dan 900 gouden munten gevonden in een gedoneerde schoolpiano. Maar de oorspronkelijke eigenaar van de munten en de redenen waarom ze zo heimelijk werden opgeborgen blijven nog steeds een mysterie. Pianotechnicus Martin Backhouse was verbaasd toen hij de munten ontdekte, verborgen onder het toetsenbord van de piano en zorgvuldig gestikt in 7 stoffen zakjes en een leren tasje met trekkoord. Hij was ingeschakeld om het 110 jaar oude instrument te stemmen op de Bishop's Castle Community College in Shropshire, dat vorig jaar de piano ontving van een stel dat hun huis aan het inkrimpen was. De schat, de grootste in zijn soort, bestaande uit 633 volledig gouden munten en 280 halve gouden munten, dateren tussen 1847 en 1915, werd door de lijkschouwer John Ellery uit Shrewsbury tot een schat verklaard. Hij zei dat het grotendeels van goud of zilver was gemaakt, opzettelijk door de eigenaar was verborgen met het oog op later herstel, maar dat de eigenaar of zijn of haar huidige erfgenamen of opvolgers onbekend bleef. 1. Standbeeld met geheim. Een mysterieus briefje dat in het achterwerk van een oud Jezusbeeld is gestopt, kan een 300 jaar oude tijdscapsule zijn. Het bericht, zorgvuldig geschreven in een calligrafie-handschrift uit 1777, was door een priester in de achterkant van de Messias opgeborgen en bewaard als een tijdscapsule. Het bevat belangrijke informatie over de periode en details over populaire bezigheden, de economische situatie, politiek en religieuze zaken, beroemde mensen en andere onderwerpen. Het document is ondertekend door Juan Mingues, destijds priester van de kathedraal van Burgos de Osma en werd onlangs opgegraven door werknemers van het restauratiebedrijf Da Vinci Restauro. Tegenwoordig wordt het houten beeld bewaard in de kerk van Santa Agueda in het dorp Sotillo de la Ribera in de Noord-Spaanse provincie Burgos. Het document, zorgvuldig met de hand geschreven op beide zijden van 2 pagina's, werd gevonden toen restaurateurs een stuk stof verwijderden dat werd gebruikt om Christus' achterste te bedekken, waardoor een kleine opening zichtbaar werd. De plaatselijke historicus Efren Arroyo was overweldigd door de ontdekking.
Het is verbazingwekkend, want het is echt uniek om verborgen handgeschreven documenten in dergelijke beelden te vinden. Van welke verborgen schat was je het meest onder de indruk? Laat het me weten in de comments. Ik zie je graag morgen terug voor een nieuwe video. Tot dan!